Een triomftocht werd het voor hem. Wil Hartog is op 28 mei 1948 geboren. Ze noemen hem de Witte Tornado, de Witte Reus, de grasdroger uit Abbekerk. Hij is 13-voudig Nederlands kampioen van de 125 tot de 500 cc. En de starter, Dick Bruil, maakt zelfs een sprong toen hij door de finish kwam. En Wil Hartog, zo blij was hij. Ik heb zoiets op het circuit van Drenthe nog nooit meegemaakt. Wat zal ik er verder nog aan toevoegen? Luistert u maar. Geweldig gedaan, Wil Hartog. Noemen u nog wel eens de Witte Tornado? De Witte Reus is eigenlijk omgevormd tot grijze man. Oh. Voor de mensen die het niet kunnen zien, er wordt nu een paneel weggereden en daar achter vandaan komt een vitrinekast. Het is heel gemakkelijk te herkennen, maar het is dus de overal van 25 juni 1977, waar we mee gewonnen hebben met helm en de lazen. Waardoor uiteindelijk hier een pop omheen komt en de helm op het hoofd met een foto van mijn gezicht. Zodat het in de echte vitrinekast, want ze hadden in Assen niet gedacht dat ze vroeger coureurs hadden die zo groot waren. Daardoor is de vitrinekast, deze is ietsje te klein. En dan komt er een hele nieuwe waarin ik in stilzwijgende pose voortdurend voortleef hier. Wil je even kijken? Daar was ook even.